Ik ben hier aan het trainen voor mijn allereerste mining battle. En jullie denken waarschijnlijk, Mick, wat is een mining battle nou? Nou, ik heb nu al iets van 200, dus misschien kan ik al tegen de noob winnen. We gaan het in ieder geval proberen. Ik heb zelfs 215. Kijk, we gaan een mining battle doen tegen de noob. Oftewel, we gaan allebei minen, maar wie het snelste is, die wint. 3, 2, 1, go! Let's go! Hoppakee, klik, 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 klik. Ja, dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Ik ben veel sneller dan die noob, jongen. En nou heb ik 1 win. Ja, en dat is letterlijk een mine battle. En met die ene win kan ik waarschijnlijk wat kopen. Laten we even naar de eieren toe gaan. En als je afvraagt, waar zijn de eieren? Nou, het staat erboven. X. Even kijken, kan ik jou openen voor 1 win? Jij kost 5 wins. Jij 5. Ik kan helemaal niks kopen. Een pickaxe shop heb je hier ook. Oeh, kijk, ik kan deze wel kopen. Boom, kijk, nu heb ik een betere pickaxe. Dat kostte me wel 200 in totaal. Oeh, dat is pijnlijk. Oh, ik kan ook gewoon een Robux pickaxe kopen. Oké, we kopen wel de Robux pickaxe. Let's go. Kijk, nu heb ik gelijk de allerbeste pickaxe die er is. Heb ik hem? Wel of niet? Even kijken. Ja, ik heb hem. Let's go. Elke keer als ik nu mine, krijg ik iets van 100 erbij. Oké, dat is super chill. Ik kan ondertussen ook de daily claimen. Ik heb hier cadeautjes dat ik kan claimen. Ik kan een spin aan het rad claimen. Wat gaan we krijgen van het rad? Oh, ik dacht even die 0,1%. Maar we krijgen 15 wins, waar ik ook wel blij mee ben. Eens even kijken, als ik dan nu ga trainen, hè? Kijk, ik kan nu ook al trainen bij deze. Kijk, hoppakee, dit is nice. Nu krijgen we de hele tijd superveel erbij. Dit is echt lekker. Kijk, we krijgen de hele tijd 121 erbij als ik aan het minen ben hier. Maar ik denk als ik goede huisdieren heb, dat ik dan nog beter ga worden. Want uiteindelijk wil ik winnen van de bodybuilder. En daar heb ik 300.000 power voor nodig. Dat komt wel goed hoor, want we gaan gewoon even naar de shop toe. Dan gaan we eens gewoon even concluren wat we kunnen kopen met wat Robux. Ja toch? Kijk, ik zie hier al een ei. Je hebt de Dominus Egg, die kan dit geven. Of je hebt de Noordpool Egg. En die is wel beter. Dus laten we de Noordpool Egg doen. Maar laten we hem niet één keer doen. Laten we hem gewoon 3 keer doen. 3 keer de Noordpool Egg. Kom op. Ja. Kom maar met die huisdieren. Ja, buy correctly. Boom, boom, boom. Please, please. Eén goeie. Dat moet toch wel. Niet 3 keer de slechtste. Oh, we hebben 2 keer een husky en 1 ice doggy. Ik denk dat die ice doggy oprecht wel oké is. Oh, die ice doggy was de slechte en de husky waren de goeie. Oftewel, ik heb 2 keer een goeie gekregen. Kijk eens aan, doen we equip best. En als we nu trainen... Kijk, we krijgen telkens 30.000 nu erbij. Oké, wacht. Dan kan ik waarschijnlijk in 1 keer al trainen bij deze hier. Kijk, en dan krijg ik nu 55.000 erbij. Oh. Wacht eens even. Als ik nu dit even allemaal claim ook. Keer 50 power heb ik even geclaimd. Ik heb 1,7 miljoen al. Ik moest winnen van de bodybuilder. Dat was het doel, hè. Ik denk dat dat nu al moet lukken. We gaan het proberen, hoor. Ik denk dat dit niet heel moeilijk wordt. Heb ik zo'n gevoel. Ja, dat was... Oké, nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Nee, grapje. We gaan wel door. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging. Defeat de boss en 3k. Moet ik 3k winst hebben? Oké, ik denk dat we gewoon autofight tegen de boss aanzetten. En dan moeten we dus iets van 10 keer van hem winnen. Dat is volgens mij het idee. En dan kan ik dus naar de nieuwe wereld, als het goed is. Oké, ik heb al 1.1k winst. Maar ik ben benieuwd of ik daadwerkelijk 3k winst moet hebben. Want er staat defeat de boss. En er staat niet 3k winst of zo achter. Dus we kunnen het altijd even proberen. Oké, nee, we hebben wel echt 3k winst nodig. Even kijken, we kunnen hier wel weer 20 winst claimen. Joepie de poepie. Kunnen we hier anders een potion even kopen of zo? Double winst potion. Ik hoef er maar 1. Waarom moet ik er gelijk 5 kopen? Dat hoeft dan ook weer niet van mij. Claim keer 120 power. Meen je dat? Keer 120. Oké, ik heb nu 5 miljoen power. Ja, dit is insane. Oké. Ah, weet je, we kopen wel gewoon dit We kopen hem wel gewoon. Ik moet gewoon even keer 2 wins hebben. En ja, ik moet er blijkbaar gelijk 5 openen. Of 5 kopen. Terwijl ik er maar 1 nodig heb. Maar dat maakt niet uit. Weet je, ik koop hem gewoon. Anders gaat het veel te slow. Ik wil namelijk gewoon naar de volgende wereld. En dan wil ik daar de boss verslaan. En waarschijnlijk kan ik dat ook in 1 keer. Ik ben iets te overpowered, zeg maar. Ik had oprecht niet verwacht dat ik zo snel overpowered zou worden. Het is echt insane. Misschien moet ik ook eens gaan kijken of ik kan rebirthen. Misschien krijg ik door rebirthen ook meer winst. Het zou fijn zijn. We gaan eens even kijken. Rebirthen. Even kijken. You keep pets crystal state. You just reset power and you get a boost. Ja, volgens mij krijg ik dan niet meer winst daarvan. Dus we gaan niet rebirthen, want ja, ik heb niet echt een boost nodig. Ik ben toch al overpowered. Oké, we moeten nog 2 keer winnen van de boss, oftewel de bodybuilder. En dan kunnen wij door naar de volgende wereld. Oké, deze keer hebben we weer gewonnen. Je zou het niet zeggen, maar we winnen echt wel heel snel. Nog één keer even winnen van die gast, die bodybuilder. En dan kunnen we naar de volgende wereld. Besef dat we 300.000 power nodig hebben. En wij hebben 5 miljoen. Dus ja, we zijn letterlijk bijna 20 keer sterker als hij. Oké, laten we doorgaan naar de volgende wereld. We hebben 3000 wins. En ja, laten we doorgaan. Even kijken, ik ben best, want ik zie niet allemaal huisdieren. Oké, nu wel. Dan gaan we dan naar de volgende wereld. Waarschijnlijk kunnen we ook hier in één keer de bos aan. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik zou verbaasd zijn als we hem niet in één keer aan kunnen. En anders moeten we gewoon een paar keer slaan. En dan kunnen we hem waarschijnlijk wel in één keer aan. Als we gewoon een beetje trainen. Wie is hier de bos? De Yeti. En hoeveel power hebben we nodig? 1,3 biljoen. Oké. Het wordt moeilijk. Oké, 1,3 biljoen power. Dat is op zich wel veel. Maar we kunnen hier waarschijnlijk wel super goed trainen. Of niet dan? Ja, we kunnen hier echt heel goed trainen volgens mij. Ja, kijk eens aan. Dan krijgen we telkens 3 ton erbij. Op deze manier hebben we op een gegeven moment wel 1,5 biljoen power of zo. We krijgen ook nog een semi-OP pet over 12 seconden. Dus laten we die ook even gaan claimen als we die hebben. Nog even wachten, nog 5 seconden. Ondertussen gaat onze kracht wel als een tierenlier omhoog. Maar 1 biljoen is best veel. Oké, we hebben de OP pet. Ik denk oprecht dat die niet goed genoeg is. Maar we claimen hem wel even. Even kijken. Claim. Waarom kan ik hem niet claimen? Wat is dit nou weer? Ik kan hem niet claimen. Moet ik dan stoppen met trainen of zo? Is dat het? Claim? Hallo? Wat stom, ik kan hem niet claimen. Wat is dit nou? You were already redeemed? Nee, ik kan hem blijkbaar niet claimen. Oké, dan niet, hè. Ik denk dat ik moet gaan rebirthen. Ik denk dat dat het slimste is om te doen. We gaan gewoon even een rebirth doen. Boom, kijk eens aan. We hebben een rebirth gedaan. Oké, en als het goed is, kijk, nu krijgen we telkens iets meer power erbij volgens mij. En als ik dan nu, als ik nu ga vechten, want ik kan dan denk ik waarschijnlijk in één keer heel veel rebirthen. Ja, ik onderbreek deze video, want we hebben gewoon bijna de 100.000 abonnees. Dus jij daar, die elke dag naar mijn video's kijkt, ga eens abonneren. Kom op, doe dat nou gewoon. Deze wil ik ook voor MICK 3 hebben, dus abonneer nou, gun mij. Volgens mij hoor, ik denk dat ik gewoon even heel veel moet rebirthen, maar ik moet eerst even wat winst krijgen. Ik heb 6 miljoen power alweer, 7 miljoen blijkbaar in totaal. Even kijken. Oh, ik heb eigenlijk 20 miljoen nodig. Dan kon ik in één keer tegen de sneeuwman. Oké, maar we kunnen ook even van de pinguïn winnen. Dus even kijken. Ik denk dat ik van de pinguïn ook heel makkelijk kan winnen. Zo, boom. Kijk eens aan. Jazeker. En dan hebben we in één keer 1800 winst erbij. En dan kan ik in één keer bam, bam, bam. Kijk, dan kan ik in één keer best vaak rebirthen. Kan ik jou al claimen, gift? Nope. Ik kan hem nog steeds niet claimen. Volgens mij kregen we net de hele tijd iets van 3 ton erbij of zo. En ik denk dat ik nu echt veel meer erbij krijg. Dus even kijken. We krijgen nu de hele tijd... Oh, we krijgen nu bijna 4 ton de hele tijd erbij. Dat is nice. Oké, ik moet nog veel meer trainen en trainen. Maar 1,5 biljoen. Ja, ik denk de enige manier hoe ik zoveel kracht krijg is door gewoon echt niet normaal vaak te rebirthen. En dan moet het wel lukken. Maar dat duurt wel echt heel lang voordat ik dat heb gedaan. Wil je nou zelf dit spelletje spelen? Dan moet je even de link in de beschrijving checken. Wil je nou nog een leuke Roblox video zien? Klik dan even hier. En ik zeg zoals altijd, MICK out.